Hi, ik ben Erik Hout en welkom bij een nieuwe vlog van Tiel Tip Top. Hartstikke mooi. Zo, en waar gaan we het over hebben, Bart? We gaan het vandaag hebben over onze doorlopende actie samen met de Flippas. Iedere zes weken kunnen mensen bij ons de vuilniszakken inleveren voor Flippaspunten. En vandaag hebben we Veko IJs, die komt ijskoos uitdelen. En waar staan we? We staan vandaag op de Spoorstraat bij kringloopwinkel To Switch. En verder gaan we het eigenlijk hebben over onze vervolgdata, wanneer we weer deze acties gaan herhalen. En hebben natuurlijk zicht op de verdere versoepelingen van de maatregelen. Dus gelukkig kunnen we eindelijk weer wat dichter bij elkaar. Dat niet alleen. En we gaan natuurlijk ook straks weer, zodra het weer mag, gaan we in fase 4 van het openingsplan, gaan we weer starten met de Social Club. Met de Social Club inderdaad. Dus maar we gaan eerst starten met onze flippen met Pucky. Komt-ie. We vinden het hartstikke fijn dat jullie met ons opruimen en zorgen dat Tiel helemaal schoon wordt. Maar daar heb je zakken voor nodig. Die zakken die kan je ophalen bij Souvenirshop Margot. Daarnaast zijn we vanuit Stichting Tiel Tip Top druk bezig met de gemeenten en met allerlei winkels in Tiel. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk bij iedere supermarktje terecht kan om straks die groene zakken op te halen. Ja. Naast dat je ze bij ons in kan leveren, hebben we nog iets op de website. Ja, ze zijn www.tieltiptop.nl/ophaalservice. We zetten het hieronder. En dan zeg je wie je bent, waar je zakken staan en de avond komt het zo snel mogelijk bij je ophalen. En wil je nou beloond worden voor deze inspanningen, dan zet alvast 17 juli en 28 augustus, zet die in je agenda. Ja. Want dan zorgen wij vanuit Tiel Tip Top dat we weer een inleverstation hebben. Word je beloond met flipperspunten en wellicht is ook Veko IJs weer aanwezig om jullie te trakteren op een ijskoop. Dus. Nou, ik heb hem genoteerd. Hartstikke mooi. Zien we jullie dan. Hey, super! Jammer hè, dat onze groepsacties niet door kunnen gaan. Nou, wij zijn erg afhankelijk nu van de individuen en dat willen wij graag promoten. Daarom kom in actie en zet een actiefoto op social internet, op social media, op Facebook, Instagram, Twitter, noem het maar op. Als het maar onder hashtag TielTipTop is. En maak kans op deze heerlijke tompoesen. Dit was het voor deze keer. Leuk dat je hebt gekeken. En alle vrijwilligers en deelnemers bedankt voor hun inzet. Wil je ook een keer meedoen met Tiel Tip Top? Meld je dan aan via de website. Verder vind je Tiel Tip Top overal. Dus volg, deel en like ons. Daar worden we blij van. Abonneer je ook gratis op ons YouTube kanaal en druk op de notificatiebel. Dan weet je het meteen als er een nieuwe video is. Wil je nu al verder kijken? Hier alvast twee tips. Tot de volgende keer en houd het schoon. Alleen daar waar we met z'n allen de schouders eronder zetten, daar zal het schoon zijn. In mijn dagelijks leven ben ik verslavingsverpleegkundige. En in een land waarvan ik zie dat behandelingen steeds korter worden en de mensen tussen wal en schip raken, vind ik het van belang dat er passend vrijwilligerswerk is voor iedereen. Vanavond is de opening van Stichting Tiel Tip Top, die aan de ene kant mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt combineert met mensen die schoonfanaat zijn, zoals ik zelf. Die groep gebundeld, die kan campagne voeren en haalt barrières weg voor inwoners om ervoor te zorgen dat ze vooral lekker aan de gang kunnen blijven. De kunst is dat we zodanig een fondsenwerving op orde brengen dat die jongens en meiden over zo'n krankzinnig bedrag kunnen gaan beschikken om te werken aan een schonere stad. Dat het gewoon verschrikkelijk leuk wordt. Dat creatieve ideeën tot ontplooiing komen, dat mensen gaan samenwerken, dat mensen elkaar gaan vinden en dat het zich als een olievlek gaat uitspreiden over de stad. Want alleen dan worden we de grootste van het land. Mijn naam is Bart van den Berg en ik ben supporter van Schoon.